Mijn naam is Ona Moody. Ik ben geboren in Amsterdam. Ona Moody is mijn echte naam. Iedereen denkt altijd dat het niet mijn echte naam is, maar dat is echt zo. Mijn moeder heet Moody. Ona komt uit Zimbabwe. Mijn vader komt uit Zimbabwe. Dat betekent zicht in Shona. Dat is de taal die ze daar spreken. Ik heb meegedaan aan Miss Nederland omdat ik eigenlijk een nieuw avontuur aan wilde gaan. Ik wilde iets doen uit mijn comfortzone. Ik dacht, zie wel wat er gebeurt. En ik dacht dat het een mooie kans was om uit een bepaalde onzekerheid te komen en gewoon iets nieuws te proberen. Ik sta voor meer bewustzijn creëren over mentale gezondheid. Ik heb zelf in een depressie gezeten 5 jaar geleden. Ik schaamde me daar eigenlijk altijd heel erg voor. Ik durfde er niet over te praten. Op een gegeven moment heb ik gezien dat er steeds meer over gesproken werd, omdat steeds meer mensen er problemen mee hebben. Ik denk dat heel veel jongeren, nu ook met social media, daar gewoon problemen mee hebben, omdat iedereen elkaar constant vergelijkt. En ik vind het gewoon heel belangrijk om daar transparant in te zijn en dat te laten zien dat mensen zich erin kunnen herkennen. Mentaal goed in mijn vel zitten is me omringen met positieve mensen, met familie. Ik vind familie heel erg belangrijk. En veel praten met mensen die ik vertrouw over hoe ik me voel. Vroeger was ik altijd van oké, ik stop het weg. En nu ben ik juist van ik wil er even over praten of ik schrijf het op. En dat helpt mij altijd, zodat ik denk van oké, ik kan mezelf weer herpakken. Nou, ik ben het meest trots op de titel die ik heb gekregen een maand geleden, dat ik Miss Nederland heb gewonnen. Voor mij is het wel echt een overwinning, ook voor mezelf. Ik heb al die onzekerheden gewoon weggestopt en ja, nu een hele mooie titel heb gekregen waar ik heel erg trots op ben.